Een zware brand in een opslagloods van een chemische fabriek in Vlaardingen heeft het zuidwesten van de Randstad Holland in groot gevaar gebracht. Een giftige gaswolk die door de verbranding van de voorraden kunstmest ontstond, dreef over het Westland in de richting van Den Haag. Een vliegtuig van de luchtmacht gaf van uur tot uur berichten door over de snelheid waarmee de gifwolk zich verplaatste. Intussen trachten op de grond de bedrijfsbrandweer en de brandweerkorpsen van Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam het vuur met 50 stralen te bedwingen. De nitreuze dampen die uit de loods naar buiten sloegen, leverden ook gevaar op voor de brandweerlieden. Maar gelukkig hoefden zich slechts een paar onder medische behandeling te stellen. De mensen in de naaste omgeving hielden natte doeken voor de mond om zich tegen de dampen te beschermen. Een dikke brei veranderde het terrein van de brand in een witte modderpoel die het werken niet vergemakkelijkte. Pas in de middag had men de brand in de 4000 ton kunstmest, die 's ochtends vroeg was begonnen, onder grote massa's water verdronken. Toen kon de alarmtoestand worden opgeheven. Dankzij de gunstige wind en ook doordat men kon voorkomen dat een zwavelopslagplaats naast de loods met kunstmest tot ontbranding kwam, is een ernstige ramp afgewend. De vermoeide en besmeurde brandweerlieden restte slechts de nablussing.